Welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik ben Serena Verbon en dit is... Tara Verbon. En dat is mijn kleine zusje. Of nou ja, inmiddels ben je niet meer zo heel... Ja, eigenlijk ben je gewoon groter. Langer, ja. Ik ben gewoon groter. Maar mijn jongste zusje van het kanaal en dus Weekend.nl. En vandaag hebben we weer een hele leuke nieuwe Nailed It or Failed It voor jullie klaarstaan. In de video van vorige week heb ik een heel leuk pakketje voor jullie samengesteld. Mooi beauty pakketje die ik heb verloot onder mijn abonnees. En als jij hieronder je comment ziet verschijnen, gefeliciteerd, dan ben jij de winnaar van dit pakketje. Lees eventjes in de videoomschrijving hoe je contact kunt opnemen met mij. En dan zorg ik dat het pakketje bij jou thuis belandt. Nou, heb je nou niks gewonnen? Niet getreurd. Vandaag heb ik een hele leuke winactie op mijn Instagram account. Dus ga zeker eventjes naar @SerenaVerbon en dan kun je meedoen aan weer een andere winactie. Het is wel heel erg spannend wat we vandaag gaan doen, want ik was een beetje aan het shoppen op Wish, mijn favoriete website van de laatste tijd. En ze hebben daar zulke leuke goedkope beauty spulletjes. En toen zag ik dit apparaat, het heet de Sleek Face and Body Hair Threading System. En ik weet even niet meer hoe duur het was, maar volgens mij was het echt maar 2 euro of zo. En dit is dus een apparaat waarmee je jezelf kan threaden. Maar ik ga het niet zelf doen. Ik krijg de eer. Ja, of eigenlijk vind ik het heel eng. Ja? Ja, ja, want hoezo? Ik mag nu Serena's wenkbrauwen gaan threaden. Ik heb het nog nooit meegemaakt zelf eigenlijk. Ik heb het nog nooit gedaan. En jouw wenkbrauwen zijn zo belangrijk voor jou dat ik het wel een beetje eng vind. Omdat ik hoor vaak van vriendinnen dat als ze dan wel een keer threading hebben gedaan, dat hun wenkbrauwen altijd te dun uitvallen. Oh. Maar dat ligt dan misschien aan de persoon die dat heeft gedaan. Oh, je moet wel voorzichtig doen. Ja, ik ga echt super voorzichtig. Nou, het is wel waar. Want ik heb één keer heb ik mijn wenkbrauwen laten threaden bij een Turkse beauty salon. En ze waren heel mooi strak. Maar als je het lang doet inderdaad, dan worden ze op een gegeven moment steeds dunner. Het doet ook best wel... Het is niet pijnloos, vind ik. Maar het was wel echt mooi strak. En ik doe altijd daar een wenkbrauw. Dus ik heb zoiets van, nu doe je het gewoon een keertje maar terug. Ja. Ja, zullen we er even uithalen. Oh. Wat is dit eigenlijk? Ja, ik zit er al naar te kijken. Dit is dus het threading systeempje. Het lijkt eigenlijk op een grote pincet, maar dan met een draadje ertussen. En dan zit er ook nog een soort donutje bij en daar zitten extra touwtjes in voor als het breekt. Wauw, maar ik vind het er echt wel een beetje gek uitzien. Het ziet er eerder uit als iets waarmee je inwendig onderzoek pleegt of zo. Zo'n ene bek. Ja. Normaal gesproken doe je volgens mij gewoon 2 touwtjes aan elkaar vast en dan doe je handbewegingen. Maar dit is zeg maar makkelijker. Ja, makkelijker en dan misschien sneller. Dus voor de onervaren threaders. Zeg maar, ik doe het niet expres, maar hij blijft haken. Oeh. Auw. Oh. Auw. Gaat er wel wat af? Kan je niet zeg maar gewoon... Nee, maar kijk, ja. Ja, zo hou je maar het wel. Maar hoe weet je nou waar je het weghaalt? Sorry. Ik zat gewoon heel hard te gaan. Oh my god, maar ik weet niet of dit... Het gaat volgens mij nog veel meer pijn in mijn gezicht. Er zitten wel haartjes tussen, dat raar. Ja, ik zag het wel. Oké, ik ben nu even een lijn aan het tekenen met wenkbrauwpomade. En alles hierboven en aan de zijkant mag je weghalen daar. En dat ga ik nu ook hier doen. Hier is het wat meer, lijkt het. Dus dat is alles hierboven zo moet weg. Het zijn hele strakke lijnen die je hebt gemaakt. Het ziet er echt heel raar uit, hè? Hoe ik het nu heb bijgetekend. Maar, het is wel duidelijk. Ja? Ja, okay. Dit is goed. Gewoon handig toch, als guideline? Ja. Niet onder die lijn, hè? Nou, ik zal het proberen, maar okay. Ik ga heel voorzichtig. Ja. Ik doe heel eventjes je hoofd zo. Wacht, ik zie al hoe dit werkt. Het kan ook dat je de andere kant op moet misschien, hè? Ik voel niks. Au. Oeh. Waarom doet hij het niet? Oh. Je moet sneller. Je moet sneller doen. Ja, wacht. Is die kapot? Nee. Oh. Oh, wat erg. Oké. Okay. Gaat hij goed? Ja, hij gaat. Het ziet er super pijnlijk uit. Ik probeer echt snel te bewegen. Zie je mijn huid? Ja. Au. God.
is dit voor Heb je wel iets weggetrokken? Ja. Maar het gaat wel. Oké, ik zal proberen niet te lachen, ja, want anders leid ik je af. Auw, het ziet er super pijnlijk uit. Weet je wat het is? Als ik het doe, dan zie ik echt dat je huid zo naar boven wordt getrokken en dan tjak. Ja, maar ik denk dat dat ook... Ook met huilen. Oh, sorry. Ik denk dat dat ook hoort, denk je niet? Ja, nou, ik denk het wel. Dat het altijd wel is. Aha. Is het... Am I pretty yet? Nee, ik moet nog wel een randje. Oké, even kijken. Ik denk dat ik misschien... Ik krijg mijn ogen niet meer open. Door het licht en door mijn tranen. Ik hou ze wel gewoon dicht. Ik moet echt nog 3 haartjes. Oh, ja. Perfectionist. Ah! En hier nog een klein beetje. Oh, ik dacht dat je klaar was. Maar ja, het is eigenlijk wel mooi strak, hè? Zal ik de ander nog even doen? Ja. Ja, okay. Tuurlijk. Ja, als we nu toch bezig zijn. Ja. Dan, ja. Nou, netjes daar. Zie je, kan het wel. Oeh. Jij hebt echt een soort van meer pijn dan ik of zo. Ja. Maar ze gaan er gewoon helemaal onder het draadje heen. Het ziet er gewoon echt heel erg kut uit. Nee, maak het af. Hij trekt ze er zeg maar niet altijd uit. Dat is raar dat hij dat niet doet. Dus dat is echt niet goed. Dat is echt een nadeel. Moet ik even ontspannen? Anders... Ja. Aha. Auw, godzonde. Ik kan gewoon niet ontspannen, hoor. Jezus, wat is het voor dingen. Serieus. Dat vind ik helemaal rood. Volgens mij heb je een beetje klamme handjes. Ja. Ik heb zweethanden aan de kant. Ik zei toch dat ik het spannend vond. Oh my god. Maar je bent er nog niet, toch? Nee, wil je door dan? Ja, maak het maar af, weet je. Dan is het gedaan. Oké, Taar. Nou, dat was best wel een marteling. Ik ga even kijken hoe je het hebt gedaan. Maar volgens mij, die ene wenkbrauw zag er echt wel heel goed uit. Kijk, het rood trekt ook al weg. Zie je dat? Ja, gelukkig. Het ziet er wel, het is wel echt nog een beetje gevoelig. Maar het ziet er heel strak uit. Je hebt wel alles gewoon heel netjes weg kunnen halen. Hier zo aan de bovenkant. Wat ik ook wel. Ja, echt alles wel. Dat ging wel echt prima. Alleen het ging echt voor geen meter volgens mij. Toch? Want jij zat, ik hoorde jou de hele tijd. Ja, weet je wat het is? Ja, de haartjes van je wenkbrauwen, of die van jou, zijn niet per se te lang. Maar ze gaan een soort van wikkelen om het raadje heen. En dat zag ik dan gebeuren. Maar omdat hij niet zoveel kracht kan zetten, want wat Serena al zei, het is een klein apparaatje, er zitten niet draden tot zover. Nee. Bleef hij dus omgerold in dat draadje of hangen. En dan trok hij, dat doet pijn, maar hij trok hem trok er niet, hem niet uit. Ja. En dat zag ik gebeuren. Dus je wordt eigenlijk een soort van onnodig gemarteld. En tijdens de behandeling dacht ik ook van... Dacht ik ook van, volgens mij is het gewoon veel sneller als je het met een pincet doet. Of als je het gewoon gaat harsen of zo. Kijk, als je het echt door een professioneel threader laat doen. Of een vriendin of zo die het echt goed kan. Weet je wel, met die draden. Dan gaat het volgens mij veel beter dan met dit plastic apparaatje. Maar toch was het niet heel erg verkeerd. Sommige plekken zijn niet gewoon bam, 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 bam. Oké, dus soms ging het wel maar goed. Maar ik zag jou goed. Ook dan wel in heel veel pijn. Ja. Dus is dit iets wat jij vaker zou gaan gebruiken? Nee, ik heb het nu wel een beetje gevoeld inmiddels op mijn been. Nog niet eens op mijn wenkbrauwen. En ja, ik heb best wel veel haartjes. Dus wat mij betreft is gewoon hoe sneller het eruit is, hoe beter. Je hebt ook wat stuggere haartjes. Stuggere haartjes. Ja, ik ga dit ook. En ik ga dit al helemaal niet bij mezelf doen. Stel je voor dat je dan echt zo bij jezelf zit te threaden. Dat is gewoon niet relaxed. Nee. Dan liever gewoon alles in één keer eraf harsen of zo. Of gewoon lekker bij een professioneel salon of zo aan de slag. Maar ook al was het maar €2. Nee, ik... Raad hem niet aan, dus is dit te veel dit? Ik zeg... Veel dit.
Het is echt te pijnlijk gewoon. Ja. En ik heb nog wel een redelijk hoge pijngrens. Ja, dus dit is voor veel mensen denk ik toch echt, echt wel... Echt te pijnlijk. Vond het, moet zeggen, ik heb wel heel erg gelachen net. Ja, het was wel leuk. Het was leuker dan als ik het in mijn eentje had geprobeerd. Waarschijnlijk ging het dan gewoon echt kapot de hele tijd. Ja. Maar nee, dit is niet iets wat ik aan zou raden inderdaad. Nou, ondanks dat dit een veel dit is, hoop ik dat jullie dit toch een leuke video vonden om te zien. En ja, mocht je ook wel eens op Wish zitten en dan dit apparaat zien en denken, goh, zou ik hem bestellen, ja of nee? Nee. Gewoon niet doen. Dus dan heb ik je hopelijk weer 2 euro bespaard. Nou, wil je ons nog meer gekke dingen zien testen op het kanaal van Endless Weekend, testen we een ander product uit die ik op Wish had besteld. Dus als je benieuwd bent, klik daar dan eventjes op. En ook hieronder in de videoomschrijving heb ik een directe link naar die video geplaatst. Heel erg dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.